In deze video ga ik laten zien hoe je een hellinggrafiek kunt plotten op de grafische rekenmachine van Casio. Ik ga dit uitleggen aan de hand van een voorbeeld, en het voorbeeld zie je hier aan de linkerkant staan. Gegeven is de functie f en f is 0,1x op de derde, min 0,3x kwadraat, min 3x plus 2. En de opdracht is: plot de hellinggrafiek van f. We moeten dus de hellinggrafiek van f plotten. Gaan plotten. En als je dat wil doen op je grafische rekenmachine, dan werkt dat als volgt. Als eerste moet je even naar menu 5, want daar kun je functies invoeren. We doen dus even pijltje naar beneden en dan drukken we op Enter, want dan zitten we in menu 5. En nu gaan we bij i1 de functie f neerzetten. Dus we beginnen met 0,1, dan de x die zit hier. Voor de macht gebruiken we het dakje en daarboven typ je dan de 3. Nu doen we even het pijltje naar rechts, want dan gaat de cursor naar beneden. En dan min 0,3. Weer de x en dan het kwadraat. Die kan met deze toets. Dan doe je min 3x en tenslotte plus 2. Nu moet je even op Enter drukken en dan zie je dat je de functie f bij i1 hebt neergezet. Nu gaan we bij i2 de hellingfunctie neerzetten. En die hellingfunctie die moeten we eerst even opzoeken. Daarvoor ga je naar option en dan zie je boven f2 kalk en die moeten we hebben, dus we drukken op f2. Dan zie je bij f1 ddx, dat is de hellingfunctie. Dus we drukken op f1 en dan krijg je dit in je scherm. Nu zie je hier en hier een leeg vakje. En die lege vakjes die moeten we nog even invullen. Hier zet je altijd de naam neer van de functie waarvan je de hellinggrafiek wil. In ons geval is dat de functie die hier staat, die staat bij I1. Dus hier komt I1. Nou, de I staat hier, dus we drukken op F1. De 1 kun je gewoon van je toetsenbord halen. En nu hebben we hier verwezen naar de functie bij I1. Dan gaan we hier naartoe, dat doe je met de pijltje naar rechts. En daar komt altijd de x. Dus je drukt gewoon op de x, dan druk je op Enter en nu hebben we hier de hellingfunctie neergezet. Nu moeten we er alleen nog even voor zorgen dat we zometeen alleen maar de hellinggrafiek in beeld krijgen. Dus de functie I1 moet even uitgezet worden. Nou, daarvoor gaan we even twee keer omhoog. Dan zitten we bij I1 en dan druk je op F1, want dan pak je SELECT. En dan zie je dat dat isje wordt uitgevinkt. En nu krijgen we alleen maar I2 in het scherm. Nou, als je dan die hellinggrafiek wil zien, dan druk je op F6. Want daar zie je draw. Dus daar drukken we op. Dan zie je dat de hellinggrafiek wordt geschetst en nu heb je de hellinggrafiek gekregen. Je ziet dat je hier onderin een klein stukje mist. Als je even het pijltje naar beneden indrukt, dan ga je een klein beetje naar beneden in het assenstelsel en dan heb je de hellinggrafiek perfect in beeld. En op deze manier kun je een hellinggrafiek plotten op de grafische rekenmachine van Casio.